Op de dag dat deze video online komt, is het de transfer deadline day in Engeland. En dat betekent dus dat de laatste dag is in Engeland dat er spelers aangetrokken moeten worden of mogen worden. En dit hebben ze veranderd omdat de competitie op 10 augustus begint en ze willen dat vanaf de start van de competitie één dag daarvoor dan geen nieuwe spelers meer gekocht mogen worden, zodat dat ook eerlijker is en zodat de selecties van mindere clubs die zeg maar net af zijn, zodat daar niet de beste en belangrijkste spelers ook weggekocht kunnen worden in de laatste paar weken voordat de normale transferperiode eindigt. Maar goed, in andere competities loopt de transfer deadline day pas door tot 31 augustus. Dus transfervideo's zullen nog altijd gewoon doorgaan, maar vandaag een hele belangrijke, namelijk op de transfer deadline day. Hopelijk heb je zin in deze video, doe je een blauwpje omhoog en laten we maar snel beginnen. Daarnaast wil ik even zeggen dat ik deze video natuurlijk voor 6 uur in de avond opneem. Want deze video komt om 6:30 online. Maar er zijn dus nog een aantal transfers, ook best wel veel, die nog gaan gebeuren nadat ik deze video opneem. En vandaag komt er nog een video over de transfer deadline day, de volgende dag pas online. Dus morgen of overmorgen komt er nog eentje. Maar goed, vandaag gaan we het hebben over heel veel interessante transfers. We beginnen gewoon meteen met één deal, waarvan ik denk dat die wel al bijna rond is, maar op het moment dat ik hem opneem, nog niet. Maar, naar volgens geruchten, zou Jerry Mina op dit moment een medical aan het houden zijn in Barcelona voor een transfer naar Everton. Natuurlijk is het gewoon om tijd te besparen, anders moet Jerry Mina eerst gewoon naar het vliegtuig naar Engeland toe en dan daar die medical houden. Je kan ook gewoon de medical houden in Barcelona zelf en de transfer op die manier afronden. Dat wordt dus nu gedaan. Jerry Mina gaat waarschijnlijk alleen maar uitgeleend worden aan Everton. Gaat dus niet verkocht worden aan Manchester United, wat naar mijn mening ook wel een slimmere deal is voor United. Lijkt hij mij geen type speler. Daarbij hebben ze al een aantal centerbacks met hetzelfde niveau, naar mijn mening, als Mina, zoals Bailly, zoals Smalling, zoals Jones, zoals Lindelof, zoals Rojo. En dus Jerry Mina was gewoon niet nodig. Ze hebben wel een nieuwe verdediger nodig bij United, maar daar komen we dadelijk pas op uit. En we spraken eerder al over een soort van ruildeal, waarbij André Gomes en Jerry Mina beide gebruikt zouden worden. Maar nu lijkt dat toch wel zo'n deal te zijn waarbij Jerry Mina en André Gomes beide in betrokken zijn. Zoals het al verteld, gaat Jerry Mina uitgeleend worden naar Everton. En ook André Gomes zou een medical hebben vandaag om ook uitgeleend te worden naar Everton. Dus dit staat op internet. Mensen denken dat ook hij naar Everton gaat. Dat is er niet zeker. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat ze allebei gaan. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat André Gomes gewoon naar een andere club toe gaat in Engeland. Voor nu lijkt het erop dat ze beide naar Everton toe gaat en dat zij daarmee een succesvolle transfer deadline day hebben. Want ze zijn toch wel twee prima spelers die in de Premier League gewoon prima kunnen meespelen. Nou, zo lijkt Barcelona dus sowieso al twee spelers te gaan verliezen op de transfer deadline day voor Engeland. Maar naast die twee was er nog een enorm groot gerucht vandaag, wat achteraf nep lijkt te zijn. Ousmane Dembélé, hij is al heel veel dagen ondertussen al gelinkt aan Arsenal. Hij zou daar de nieuwe topaanvaller, de nieuwe topaankoop moeten worden, want ze zouden hem enorm hard nodig hebben. In de spits Lacazette, op links voor, volgens de Arsenal watchers en reporters, komt Aubameyang. En op rechts voor willen ze een snelle, dreigende en goede vleugelspeler halen. Op dit moment is daar een optie Mkhitaryan, maar ze willen toch iemand anders hebben. Zo lijkt dit en vandaar waren de geruchten dat Ousmane Dembélé naar Arsenal zou gaan. Dit is dus vandaag helemaal in de wereld geblazen dat er een bod zou zijn van Arsenal van 100 miljoen euro. En dat die eigenlijk vandaag ook gewoon rond zou moeten zijn. Nou ja, nu op dit moment is het nog maar 2 uur. Er is nog niks anders bekend geworden over eventuele contractdingen of weet ik veel wat. En daarnaast is er nog iemand die werkt bij de BBC, die heeft naar buiten gebracht dat het volledige onzin was wat er bekend is gemaakt. Dat er nooit 100 miljoen geboden is en dat dat eigenlijk alleen maar geruchten waren die een beetje erg opgeblazen waren. Met andere woorden, Ousmane Dembélé blijft bij Barcelona en gaat daar hopelijk dit seizoen in de basis niet spelen, maar wel een aantal wedstrijden meepikken. Volgend seizoen natuurlijk geblesseerd geraakt, anders had hij waarschijnlijk misschien zelfs wel een basisspeler geweest als hij volgend seizoen een goed seizoen had gehad dan. Jordan Ayew van Swansea City gaat uitgeleend worden naar de Premier League, naar Crystal Palace. Prima transfer voor hem, Swansea natuurlijk gedegradeerd. En daarom is het mooi als hij volgend seizoen gewoon weer in de Premier League kan spelen. Bij Crystal Palace dus, die misschien toch nog wel met volbedachte raden deze speler nog snel willen aantrekken. Want stel nou Wilfried Zaha gaat toch nog weg naar een andere club, dan hebben ze tenminste voor de zekerheid een speler die aanvallend wel goed uit de voeten kan. Zo denk ik erover. Ik denk dat dat gewoon de reden is wat Crystal Palace het doet. We komen uit bij een heel bijzonder moment. Deze transfers zijn echt gewoon belachelijk veel geld waard. Ze zijn echt belachelijk hoeveel ervoor betaald is. Maar het is toch gebeurd. Ik ga hem heel mooi uitspreken. Daar komt hij. Kepa Arrizabalaga, keeper van Athletic Bilbao, is voor 80 miljoen euro naar Chelsea vertrokken. Het slaat helemaal nergens op. De duurste keeper ooit, ja, overal eigenlijk. En hij gaat nu bij Chelsea, de basiskeeper. Want daar is natuurlijk Thibaut Courtois
eindelijk weggegaan. Dat zagen we eigenlijk al wekenlang aankomen. Maar nu, juist op die transfer deadline day, moest Chelsea weten of hij weg zou gaan of niet. Want als Courtois na vandaag niet weg was gegaan, dan had Chelsea hem ook sowieso niet laten gaan. Dan hadden ze er echt alles aan gedaan om Courtois te houden. Want anders hadden ze gewoon geen keeper. En dit is dus een van die problemen die de nieuwe transfer deadline day met zich meebrengt. Stel nou, Courtois was volgende week gekocht. Want Real Madrid deadline day is 31 augustus. Dan had Chelsea geen basiskeeper gehad. En dan was dat gewoon toch wel een enorm groot probleem geweest. Dus ja, ik vind dat ze er echt wel aan moeten doen aan die transfer deadline day. Maar goed, voor nu dus. Kepa Arrizabalaga, die voor 80 miljoen de nieuwe eerste keeper wordt bij Chelsea. Die daar zich nog moet gaan bewijzen op een enorm hoog niveau. Bij Bilbao deed dit ook heel goed. Maar dan nog, een beetje vreemd. En Courtois, die ja, een wereldkeeper die nu bij Real Madrid in de basis gaat staan. Interessant daarnaast is wel, is dat Arrizabalaga nog in de winter heel veel gelinkt werd als een nieuwe keeper van Real Madrid. Hij zou de toekomstige opvolger moeten worden van Navas. Een enorm jonge keeper is het. En ik vind het heel vreemd dat hij nou dan naar Chelsea gaat. Als ik Real Madrid was, had ik Navas ook één of twee seizoenen gehouden. Die goed is op doel. Die heeft niks verkeerds gedaan, om het zo maar te zeggen. Hij heeft 3 keer de Champions League achter elkaar gewonnen. En vervolgens gewoon Arrizabalaga op doel zetten na een paar jaar. Dan zou dat toch eigenlijk de beste optie moeten zijn voor Real Madrid, naar mijn mening. Maar goed, ze hebben het niet gedaan. Ze hebben voor Courtois gekozen, wat ook slim is. Maar ik denk ook dat Navas het gewoon had kunnen doen. Nou ja, en bij deze deal zat dan ook nog eens dat Kovacic van Real Madrid naar Chelsea zou gaan. En dat is ook een van de redenen waarom Courtois maar voor zo weinig geld uiteindelijk naar Real Madrid is kunnen gaan. Want als je bedenkt dat Arrizabalaga 80 miljoen was en Courtois geloof ik tussen de 30 en 40, weet niet precies in mijn hoofd, dan is dat enorm vreemd. Kijk, Kovacic gaat dus nu uitgeleend worden aan Chelsea. Dat heeft ook mee te maken dat die transfersom dus lager is. Kovacic is een prima middenvelder. Veel mensen zijn nu enorm hyped over het middenveld van Chelsea. Als je dan even bedenkt dat dat gewoon Kante, Kovacic die dus prima speler in principe is, en Jorginho die ja toch wel heel hoge verwachtingen is bij Chelsea, dan zou dat middenveld met die drie enorm sterk moeten zijn. En dat zou ook een van de betere middenvelden zijn van de Premier League, volgens veel mensen. We zullen het zien, de Premier League begint natuurlijk morgen weer, dus ja, dan kunnen we dat middenveld gaan bewonderen. Jack Wilshere heeft de transfer van Lucas Perez geleakt. Ja, het is letterlijk zo. Jack Wilshere postte een Instagram story waar je Lucas Perez zag zitten in een West Ham United shirtje. Misschien wil hij even snel wat volgers erbij krijgen. Doet er ook niet toe. Het enige wat we nu wel zeker weten is dat Lucas Perez een transfer heeft gemaakt naar West Ham United. Het vreemde aan deze hele transfer is dat er maar 4 miljoen pond wordt betaald, ongeveer 5 tot 6 miljoen euro dus. En dat vond ik enorm weinig voor een spits van de Premier League. En die, ja, heeft niet veel gespeeld. Bijna niet, maar nog altijd. Het is best weinig geld. West Ham United prikt daar nog een speler weg bij Arsenal. En op het moment dat Lucas Perez dus wegging bij Arsenal vandaag, waren er enorm veel geruchten dat er plek werd gemaakt in de selectie. Plek werd gemaakt voor de salarissen voor Ousmane Dembele. Maar goed, hij is alleen maar vertrokken. Ousmane Dembele komt niet meer. Dat weten we. Heel jammer dus voor Arsenal eigenlijk. Letterlijk een paar minuten voordat ik de video ging opnemen, kwam dit uit. Den Donker. Lauren Den Donker heet hij geloof ik. Echt, hij is zo'n enorm groot talent. En ik snap niet waarom geen andere club hem heeft opgepakt eigenlijk. Maar voor hem vind ik het wel een hele goede transfer. Hij gaat naar Wolverhampton. Dan gaat hij uitgeleend naar worden op het eerste moment eigenlijk. Daarna is er een optie tot koop voor 12 miljoen pond. En dan heeft hij meteen een 4-jarig contract. Die contracten worden steeds ingewikkelder vandaag de dag. Maar het is wel zo. Hij wordt eerst uitgeleend. En daarna wordt hij voor 12 miljoen gekocht. Het is wel vreemd. Maar goed, ja, dat is dus ook een mooi gerucht. Wat ook al geconfirmed is. En hopelijk kan Den Donker gewoon echt laten zien dat hij echt dat enorme niveau heeft wat iedereen van hem verwacht in de Premier League. En dan is dat misschien wel de toekomstige, weet ik veel, ja, verdedigende middenvelder van het Belgische elftal. En daarnaast wil ik nog eventjes de transfer deadline day afsluiten met 2 minuutjes over Manchester United. Ik praat misschien veel over Manchester United, omdat het ook wel mijn favoriete club is. Maar het is logisch dat ik er veel over praat, want het is de grootste club van de wereld, als je zo bekijkt. Of in ieder geval van Engeland. En vandaar, ja, wil ik er toch over hebben dat het gewoon enorm slecht gaat. En dat er ook enorm veel geruchten zijn, dat heb ik vandaag weer. Een van die geruchten was wel heel interessant, vind ik zelf. Godin zou vanaf vandaag opeens een Manchester United speler worden. Kwam helemaal uit het niets nadat de onderhandelingen met onder andere Harry Maguire, Toby Alderweireld en Jerome Boateng allemaal mislukt worden, werden, zou nu Godin de nieuwe enorm goede centerback moeten worden van United. Is ook een goede verdediger, dat zeker. Maar er zou iets heel interessants in zijn contract zitten. Een uitkoopclausule van ongeveer 20 miljoen euro die United zo kon wegtikken. Hebben ze ook gedaan. Vervolgens hebben ze Godin een contract aangeboden van 9 miljoen euro per jaar. Dit is daadwerkelijk allemaal gebeurd, ben ik van overtuigd. Maar
Vervolgens heeft Godin gezegd, nee, ik zit liever bij Atletico. Wat Atletico vervolgens heeft gedaan, is Godin een nieuw contract aangeboden. Dat is er niet zo naar buiten gekomen dat het contract officieel getekend is, maar Atletico is nu op hun hoede en die willen meteen ervoor zorgen dat die uitkoopclausules van die spelers, van dus nu Godin in dit geval, veel hoger is en dat Godin niet zomaar voor 20 miljoen euro weggekocht zou kunnen worden. Dat zou echt heel erg zijn namelijk, want Godin is toch wel één enorm goede verdediger. Nou, ik vond dit persoonlijk een enorm interessant nieuwtje. En daarnaast is er nog altijd een andere. Paul Pogba. We hebben het de afgelopen 2 video's over hem gehad. Was bij allebei de video's een thumbnail. Want wat was het gerucht ook alweer groot dat hij weg zou gaan. Hij zou weg willen, had hij gezegd. Dat was een sportkrant naar buiten gekomen. Maar goed, we weten nu dat we niet alles moeten geloven wat overal staat. De transfer van Pogba zou nog altijd volgende week of de week daarna kunnen gebeuren. Heeft United een slecht begin van het seizoen, kan dat zomaar gebeuren. Maar vandaag kwam één nieuwtje naar buiten waar ik dit eigenlijk op baseer. Namelijk dat Pogba niet weggaat bij Manchester United. We hebben een tweet heel veel gedeeld van een Franse voetbalexpert. En ja, gewoon iemand die voetbalconsultant is in Engeland en heel veel verstand heeft van Franse voetballers. Heel veel volgers, lijkt mij op zich wel een beetje reliable. 63.000 volgers en hij heeft dus gezegd dat Pogba niet weg zou willen, dat hij tevreden is bij United en dit zien we ook gebeuren. De kans dat Pogba weg zou gaan, vond ik al heel klein. In de comments zeiden heel veel mensen van ja, Pogba wil zelf weg en United zou hem al bijna verkocht hebben aan Barcelona. Maar laten we eerlijk zijn, die kans is zo klein dat hij weggaat. Kijk, en United heeft geen goede transferperiode gehad, dat is gewoon zo. Maar aanvallend bedenk je niet hoe sterk United eigenlijk al niet kan zijn als het team goed loopt. Lukaku, Sanchez, eventueel Rashford, Martial. Ze hebben echt een goede aanval. Dus het middenveld, dat is toch een hele sterke linie met Fretsch. Zo heet hij eigenlijk, Fred, maar hij heet eigenlijk Fretsch. Matic en Pogba. Die drie, dat heb je in immens goed middenveld. Maar het enige waar gewoon die hele transferperiode eigenlijk een beetje door verziekt is bij United, is die verdedigende linie waar ze gewoon niemand hebben aangetrokken. En dat was het hele doel van deze hele transferperiode. En dat is niet gelukt. En vandaar is het een mislukte transferperiode voor United. En vandaar zijn er heel veel kritiek. Ja, is er heel veel kritiek. En zou Mourinho heel veel domme dingen gezegd hebben bij de pers, waardoor eigenlijk United totaal niet klaar lijkt voor het seizoen. En waardoor Mourinho nu al een soort van op de afgrond ligt om ontslagen te worden. Persoonlijk denk ik dat het allemaal een beetje opgeblazen wordt. Ik denk dat United gewoon morgen zal winnen tegen Leicester City. En dat het seizoen gewoon prima van start zal gaan. Verliezen ze morgen, dan gaan meteen alle noodbellen rinkelen. En dan zal er wat gaan gebeuren bij United. We zullen het zien, heel interessant. Er komt nog een Deadline Day transfer video aan. Morgen of overmorgen. Hopelijk vond je deze leuk. Heb je een blauwe omhoog gedaan. Ga abonneren op Twinity. En hopelijk zie ik jou in de volgende video weer terug. Later.